Henk Fraser, uh, ja, wedstrijd gespeeld tegen Maccabi Tel Aviv, goede tegenstander. Uh, ja, wat is jou opgevallen? Uh, wat is ons opgevallen? Uh, ja, ik denk dat we het eerste kwartier heel matig begonnen. Misschien wel te afwachtend. Uh, een beetje de kat uit de boom kijken. En, uh, maar ik denk weer de laatste 25 minuten voor rust vond ik dat we een behoorlijk niveau haalden. Uh, dus wat dat gedeelte betreft, waren we zeker wel tevreden. Nou ja, je speelt ook niet tegen de eerste de beste. Hè? Volgens mij spelen deze mannen volgende week uh, tweede ronde de Champions League. Of voorronde. Dus, uh, dus ja, je weet dat je tegen een goede tegenstander zit. Dat is ook bewust de keuze. Omdat. Um, A. zijn de jongens vaak wel gefocust in dit soort wedstrijden. Alles is het een oefenwedstrijd. En twee. Um, je, 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 ziet, je wordt geconfronteerd met een aantal fouten. Dat is gewoon zo, want hoe hoger het niveau is, dat dwingt eerder bij jou fouten af. En daar kunnen we mee aan de slag. En, en, en voor de spelers is het heel belangrijk, want die zouden misschien wel dadelijk denken: als we tegen, met alle respect alleen maar amateurs oefenen, nou, dat het best wel aardig is. Nou, ik denk dat we kunnen kijken en, en tevreden kunnen zijn over, over de hele wedstrijd. Nooit over de uitslag, want als je verliest, is nooit leuk. Maar, uh, maar ik denk dat het wel heel nuttig was. Ja. Wat, wat zijn die foutjes die je dan opvallen? Je noemt wel eventjes van inderdaad ja, dat het tempo allemaal veel hoger ligt, dat je dus sneller moet handelen. Wat is je verder opgevallen? Nou ja, het is ook duidelijk dat uh, zij maken twee doelpunten en met name de eerste is, is met name een onoplettendheid. Ze hebben ook een aantal kansen gehad uit goede aanvallen hoor, hadden ze ook al kunnen scoren. Maar uh, ik denk dat wij best wel aardige wedstrijden gaan spelen. Je hebt ook gezien aan de bal en zeker met de aanwinsten die we hebben. Voetballend uh, gaat het gaat het beter. Uh, maar je weet zelf, uh, op het, een hoger niveau worden de foutjes die je maakt worden veel sneller afgestraft. Dat zal veel meer gebeuren dan in de keukenkampioendivisie. En, en vandaar ook dit soort wedstrijden. Omdat ik wil dat ze dit gaan ervaren. Van, je kan een leuke wedstrijd spelen, een aardige wedstrijd spelen. Voor een goed half uur hebben we gewoon meer dan uitstekend gespeeld. Een gedeelte konden we goed mee en een gedeelte waren we de onderliggende partij. Nou, we kregen juist goals tegen in de fase waarin we gelijkwaardig waren. En op het einde, dan zie je, dan, dan ga je er niet meer aankomen. Dus dat zijn zaken die we, die we versneld moeten gaan oppikken. Dat je kan aardig spelen, maar uiteindelijk gaat het ook om, uh, om winnen. Er zijn een aantal nieuwe spelers uh, erbij. Je refereert er al eventjes uh, aan. Uh, hoe vind je dat zij het tot nu toe uh, doen? Het zijn natuurlijk meerdere, maar... Nou ja, kijk, er zijn een aantal die wel moeten wennen. Ik denk dat bijvoorbeeld Dante wel moet wennen. Die komt natuurlijk uit een omgeving waar, het uh, jong PSV met heel veel voetballend vermogen. Waar ze ook vaak de, de bovenliggende partij waren in dat opzicht. Nou, hij zal nu moeten ervaren van: oké, okay, je moet even een tempootje hoger wat betreft de omschakeling. Want we komen wat vaker in, uh, hij zal wat vaker in omschakelmomenten komen. Um, ja, Smeets, die haal je toch ook deels voor zijn, door zijn ervaring. Maar ook het type die toch in staat is om wat langer de bal in de ploeg te houden. Ik denk dat hij zich met name een beetje stoorde aan een aantal slordige momenten. Nou, dat is alleen maar goed. Want ik, ik heb voorheen ook in mijn eigen periode goede trainers gehad. Maar eigenlijk degenen die het meest achter mijn reet aan zaten, waren mijn medespelers. Dus het is goed dat we zo iemand erbij krijgen. Je bent in de voorbereiding nu, nou, wat is het? Ik denk een kleine drie, vier weken bezig. Hoe vind je verder dat het tot nu toe verloopt? Uh, ja, eigenlijk naar behoren. We hebben, we hebben nog steeds iedereen fit. Uh, de concurrentie is behoorlijk toegenomen. Dat zou jou ook goed doen. Ja, nou ja, met name hun. Want ik, uh, ik merk uh, aan een aantal spelers waar je vorig jaar op hebt lopen hameren: van ...hé hey, luister, je zal een stapje bij moeten doen. Die wisten dat ze geen concurrentie hadden. En, uh, en dat ging niet altijd even snel, dat investeren daarin. En nu zie je dat een aantal beseffen: ja, met name op het middenveld, is de co concurrentie behoorlijk uh, groot. Wat wil je verder nog erbij uh, we weten? Lars Veldwijk is uitgeschakeld met de Afrika Cup. Die zal later nog gaan uh, sluiten. Het uh, ja, zou misschien zomaar kunnen dat hij nog weggaat? gaat. Maar wat, wat wil je zelf nog? Ja, dat geef ik intern aan, met name bij de technisch manager. Um, want ik vind, ik vind, als ik me daarover uitlaat in de pers, dat kan, dat kan al op man uh, veel verschillende manieren kan dat verkeerd uitpakken. Uh, spelers kunnen denken van hey, deze man heeft geen vertrouwen in mij. Nou, ik denk dat een ploeg zich altijd moet versterken. En de, en de plaats heb ik aangegeven intern. Dat zal best wel naar buiten komen via een bepaalde omweg. Maar uh, ik moet aan de slag ook. Um, met de spelers die ik nu tot mijn beschikking heb. Wij moeten ook zorgen dat we beter worden en wie erbij kan komen. Ik kan dat wel vinden. En dat vind ik ook oprecht, dat uh, dat, dat ook moet. Maar, uh, maar het moet ook kunnen. En, uh, en dan kan ik wel een beetje uitspraken gaan lopen doen. Maar dit gaat, uh, dat gaat tegen me werken. En uh, dus nogmaals, voorlopig moet ik kaart aan de slag met deze mannen gaat straks de competitie beginnen, de eredivisie voor Sparta, waar heel veel mensen altijd zeggen van Sparta hoort al in de eredivisie thuis. Wat, wat verwacht jij ervan komend seizoen? Ja, ik weet niet wie die mensen zijn, dat hoor ik al vaak. Maar volgens mij de laatste tien jaar inderdaad, kan uh, ik tegen die mensen zeggen, ja, ik weet niet waar je gezeten hebt. Qua historie hè, en qua, qua club ja, vind ik dat ook. ben ik absoluut met ze eens. Maar de realiteit is, is dat we de afgelopen decennia uh, behoorlijk uh, in een andere competitie hebben gespeeld. Um, Natuurlijk, men mag verwachten van mij, van ons, van, van de ploeg, van mij, met name dat we er alles aan gaan doen om in de eredivisie te blijven. Maar je moet wel beseffen wat de context is. Hè? De realiteit is afgelopen tien jaar, dus het wordt echt bikkelen voor ons. En uh, niet alleen bikkelen, ook gewoon voetballen, lef hebben, uh, lef tonen. En, uh, dus ja, de insteek is om dat wel uh, die mensen tevreden te stellen. Maar ik begrijp wel en ik hoop een hoop mensen om me heen dat het, uh, dat het een behoorlijk pittige uitdaging is. Maar wel een mooie uitdaging. En laat we eerlijk zijn, uh, ik denk dat ook niemand had verwacht. Uh, en zeker niet na die 1-2-nederlaag thuis tegen de graafschap. Dat wij als ploeg op zouden staan. Dus wat dat betreft heb ik wel vertrouwen in de, in, in de ploeg. Dat, uh, dat we die uitdaging gewoon met vol vertrouwen aangaan.